Nuestro junto con el staatssecretaris es Raymond Knops, de Binnenlandse Zaken y también Koninkrijke Relatie. Kunnen wij doen un par de declaraciones con su visita aquí en Aruba? Meneer Knops, welkom op Aruba. Uw reactie van de vergadering, hoe is het allemaal gegaan? Nou, ik moet zeggen, het was een hele goede bijeenkomst met het kabinet, met de ministers. We hebben kennis gemaakt met de ministers en hun portefeuilles en ook de uitdagingen. En ik had gisteren al met de minister-president gesproken, mevrouw Wevers. En ja, ik moet zeggen, heel veel energie zit hier om een aantal problemen die er toch zijn op te lossen. En ik heb aangegeven dat ik van groot belang vind dat we investeren in die relatie binnen het Koninkrijk. Met de landen onderling. Zeker in een tijd waarin de spanningen in dit gebied met Venezuela oplopen, is het toch goed om elkaar vast te houden en samen afspraken te maken. En dat is een gedeeld besef, dus dat heb ik hier echt aangetroffen. Dus ik ben heel positief. Prima. Hoe zie je de toekomst van Aruba? We weten dat Aruba laatste tijd vele financiële problemen heeft. Hoe zie je de toekomst van Aruba? Ja, we hebben gesproken ook met de minister van Financiën en de premier over deze situatie. En ja, dat was een goede gedachtenwisseling waarbij ze hebben laten zien wat hun plannen zijn op hoofdlijnen. We zeggen, we willen graag dat herstel doorvoeren. Dat betekent dat we moeten bezuinigen, maar ook moeten investeren. En ja, dat wordt voorgelegd aan het CAFT. En dan zullen die plannen uiteindelijk ook Den Haag bereiken. En dan zal ik daarnaar kijken. Maar ik moet zeggen, ik merk wel heel veel betrokkenheid, commitment en echte wil om hier de goede dingen te doen. Heel veel positieve energie voor van de nieuwe kabinet. Absoluut, absoluut. Ja, we zijn ongeveer op hetzelfde moment begonnen. Dus wij een paar weken eerder. Dus we zijn generatiegenoten. En ja, die samenwerking die vind ik ontzettend belangrijk. En dat vinden de leden van het kabinet ook. En dat, ja, daar gaan we samen mee aan de slag.